Kim van Onsen, seizoen 3 van Dertigers. Daar heb jij volgens mij lang naar uitgekeken dat het op antenne gaat. Ik heb er naar uitgekeken omdat er heel veel vraag naar was. Wanneer komt het? En het duurt zo lang en eindelijk. En ik dacht altijd, ja, sorry mannen, ik kan echt niks zeggen. Ik mocht ook niks zeggen. Maar natuurlijk, door corona hebben wij pas na de eerste lockdown kunnen draaien. Hebben we ook langer gedraaid. Moest alles gemonteerd worden. En als het niet klaar is, is het niet klaar, hè. Ja. Hoe was dat? Hoe was dat draaien in die... Allee, net na de lockdown? Leuk, omdat je zoiets zegt, ja, ik mag terug buiten. Maar dat is natuurlijk anders als de voorgaande jaren. Ergens ben ik kei dankbaar dat je mocht draaien, maar het is in het begin wel heel hard winnen. Gelletjes, mondspoelingen, testen, bubbels, en dan mogen we dat en dan mogen we dat niet. Dus het is echt even heel erg winnen. Ja, voilà, mijn man komt binnen. Heel erg winnen. Dat is een beetje van die Zoom-interviews in tijden van corona. Hè. Dus het is wel echt winnen, maar wel dankbaarheid overheerst. Van oké, het is niet leuk, maar we kunnen wel draaien. En als we ons aan de regels houden en aan de protocollen houden, dan kunnen we misschien wel blijven draaien. En dat is leuk voor iedereen. En oké, we hebben ook kan huis vasthouden. Niet moeten stilliggen, er zijn geen draaidagen, want dat zou een ramp zijn. En dat is waar iedereen bang voor is natuurlijk. En dat hebben we niet meegemaakt. Dus dat wil dan toch wel zeggen dat als de regels gevolgd worden, dat het ook effect heeft. En voilà, en alles wint op den duur. Je zet dat gewoon, het is een automatisme. Oké, op de set heb je een masker op. Als je niet moet draaien, heb je een masker op. Bij repetities heb je een masker op. Als je dichter moet komen, weten dat het mag. Want dat is via een uitgekiende puzzel... begrepen dat wij die dagen dicht bij elkaar mogen worden. Dus dan moeten we eens vragen hoe dat ze dat gedaan hebben, want ik ben blij dat ik niet de dame van de planning was dit seizoen, want dat was een hele ingewikkelde puzzel. Maar dat is wel gelukt. En we zijn er, en het is klaar, en het komt eraan. Dus... Ja, het was ook geen eenvoudig seizoen voor Saartje, hè? Nee. Je hebt alles al gezien. Denk dan dat het niet eenvoudig wordt. We lezen het een en het ander. Nee, ja. Ik denk dat Saartje is begonnen aan Dertigers als een ongeleid projectiel dat totaal geen besef had en geen verantwoordelijkheid nam. En joe, party! En dat is leuk om te spelen, maar in seizoen 2 kwam daar dan al nieuwe aspecten van haar bij dat ik mocht spelen, wat ik ook wel leuk vond. En waar dat ze ook liet zien dat ze wel haar best wil doen om zich te pakken en toch ook wat verantwoordelijkheid te nemen en volwassen ze wil worden. Dat gaat bij Saartje mee vallen en opstaan, want ik vrees nog altijd een beetje dat er niet helemaal in zit. Dus ze moet daar heel hard haar best voor doen. Maar op het einde van vorig seizoen heeft ze wel laten zien dat ze toch een beetje volwassen wordt, dat ze goed is van inborst. Want wat dat ze eigenlijk daar doet op het einde voor Pieter en Lucas, is heel... ze offert zichzelf volledig op, ze cijfert zichzelf weg, ze doet zichzelf daar echt pijn mee. Maar ze ziet hen zo graag dat ze die opoffering maakt. En ik vind dat heel schoon van haar. En toch een aspect van haar dat dan een beetje verrassend is als je haar start ziet tot daar. Dat is toch al een lange weg dat ze afgelegd heeft. Ja. Maar ja, die job in Londen, dat is het toch niet, hè? Ja, het is niet gemakkelijk, hè. Je moet een job vinden, hè. Dus we gaan zien of dat ze daar kan blijven. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat ik terugkom, hè. Want ik moest naar Londen omdat ik moest bevallen van Stella vorig seizoen. Dus er moet wel een manier gevonden worden om terug te komen. Want ik wou absoluut seizoen 3 meedoen. Dus ja, er zal een reden moeten zijn om mij toch te vervoegen bij de rest terug, hè. Ja, ik lees hier al het een en het ander op mijn scherm. Dus ja, Saartje zal het een en het ander teweeg brengen, denk ik. Ze zorgt voor wel wat drama, wat dat we van Saartje gewoon zijn, maar nu weer al op een andere manier. En hoe leuk is dat spelen, dat drama veroorzaken, om het zo maar te zeggen? Ja, het is ook regelmatig dat ze zo echt kwaad zijn op mij en dan denk ik... Ja, nee, dat is heel nieuw, maar dat zijn ook nieuwe emoties dat je moet aanspreken. Dus ik vind die uitdaging wel goed. Het is ook niet de bedoeling dat je seizoen na seizoen op diezelfde saaie lijn blijft. Dus ik begrijp ook de keuzes van de schrijvers en van de regisseur om hiervoor te gaan. En ik vind dat ook leuk dat ik van mezelf dan weer andere aspecten moet aanboren om dat te spelen, om
Gelukkig zijn en lachen is altijd leuk, maar nu komt ze toch voor situaties te staan die niet zo leuk kan zijn, die dat een grote uitdaging voor haar zullen zijn. Dus ja, ze zal daarmee om moeten leren gaan, hè. Veel huilwerk. Er komt al wel eens een traantje aan te pas, zeker. Traantje valt nog mee. En zijn dat dan echte tranen, Kim? Meestal wel, ja. Meestal wel. Alleen als ik in scène heel veel moet spelen, kan het zo zijn dat ik het gevoel even kwijtgeraak op de duur. Maar zeker bij de eerste takes zit ik heel hard mee het gevoel altijd. En dat komt ook heel vaak uit het tegenspel dat je krijgt. Dat echt spontaan opkomt. En ik ben van nature ook wel een redelijk emotioneel persoon. Ik heb gisteren weer Leef gekeken. Ik ben nog niet bekomen. Dus ik sta er wel voor bekend dat ik nog wel makkelijk... Maar zowel goed als slecht. Ik kan met mooie dingen heel makkelijk wenen, maar met triestige dingen ook. Dus ik ben eigenlijk gewoon een blijdsmoel, denk ik. Dus dat helpt wel op zo'n momenten dat komt. En ik zit dan ook meestal helemaal in de scène, in het gevoel, in wat dat er gebeurt. En dan komt het gewoon. Maar af en toe is er wel hulp als dat nodig is. Maar ik zeg het, dat is dan heel vaak, als zo op het einde nog één ding of nog twee dingen, dat je zegt, oké, nu ben ik wel uit het gevoel geraakt. Wat was voor jou de leukste scène om te draaien? Van het afgelopen seizoen? Van het nieuwe seizoen? Ja, voor mij is dat al afgelopen seizoen. Want wij beginnen al aan... Dat mag je weten zijn, hè. Wij beginnen al aan 4. Dus ik moet continu nadenken. Dat was er in 4, dat is er in 3. Maar in seizoen 3 heb ik een heel mooie scène aan het water met Tine. Gespeeld door Evelien. Ik kom ook heel goed met haar overeen. En dat was op een maandagmorgen heel vroeg. En wat was daar heel mooi. En de zon kwam naar beneden. En we hadden de connectie. En dat was ook een moment dat de relatie tussen Tina en Saartje een mooi moment kent. Dat vond ik een heel fijne moment om te spelen. Met de Pie zijn er heel veel momenten die dan natuurlijk gaan uitbarsten. Op alle mogelijke manieren. Dat gaat soms botsen en dat gaat misschien soms dichter naar elkaar toe groeien. Daar zijn een paar heel mooie momenten. Wat ontladingen ook, wat kwaadheid. Maar daar zijn toch wel een paar scènes dat ik denk, ja, echt tof. Mm-hmm. En seizoen... Dat mag ik zeggen, want ze hebben dat in de trailer te zien. Was ook heel tof. Niet gemakkelijk in tijden van corona. Maar we hadden wel zoiets van, oké, dit is het dichtste dat we bij een party gaan komen... In een jaar tijd, dus laten we gewoon doen alsof het een echt feest is. Met maskers en alle veiligheidsmaatregelen. Maar toch was dat zo'n keer een bijzondere ervaring nog eens om. Maar dat vond ik ook heel leuk. Ja, dan kan je na al die maanden eindelijk eens 10 minuten dansen. Omdat je moet. Omdat het moet, dat is nog het ergste. Alles eraf. Het is dan wel met alcoholvrije wijn en zo, maar toch, het was toch tof. En je werd er nog voor betaald ook nog. Dus kijk. It's a dirty job, but someone gotta do it. Ja. Ik hoor van jouw collega's dat ze zich enorm geamuseerd hebben op die 10 minuten tijd en dat het naar meer smaakte. Ja. Ja, we hebben ook geen rap party gehad. Hè. Na elk seizoen hebben we zo'n keileuk feest. Dus we zeiden, ja, na volgend seizoen moeten we dat dubbel doen. Ik ben er al een beetje bang voor wat dat dan gaat geven. Ik ga met een agenda toch een paar dagen best vrijhouden. Ja, dan moeten we er toch een weekend van maken. Hè. Dus als het ooit terug mag, gaan we dat nog moeten inhalen. Maar dat mis je wel. Ook gewoon vaak na een opname gaat er nog snel iets eten met elkaar. Of dat is heel leuk voor die band, maar nu is het allemaal heel klinisch, heel strak. En daar is begrip en respect voor. Maar jammer natuurlijk, hè. Ja, dat komt in elk interview terug, hè. Die band tussen jullie op de set. En naast de set. Het is gewoon waar. Het is echt geen zever. Ik zie die mensen echt graag. En in het begin zijn ze gewoon onbekenden voor elkaar. Je wordt vrienden. Nu zitten we aan een seizoen 4 dat we gaan draaien. Je kunt toch wel zeggen dat je een soort van familie wordt, omdat je... Mensen beseffen dat niet, maar voor 24 afleveringen, daar neem je een half jaar van op. Dat is een helft van je jaar dat je die mensen ziet en heel intens mee samenwerkt. Dus dat je op een duur niet zo'n band creëert, is dat ook gewoon niet leuk. En dat moet ook gewoon klikken, dus daar hebben we gewoon ongelooflijk veel geluk mee. Maar je creëert echt een band waar dat je 100% jezelf kunt zijn en ook kunt... schelden, of ik heb geen goesting, ik heb wel goesting, ik heb goesting om onnozel te doen, ik heb goesting om te praten, ik heb onzekerheden, ik heb alles kan. En dat is zo, zo leuk. En op het einde van zo'n draaiperiode, na een half jaar, zeg ik ook, oké, man, ik heb het even gehad met jou, het is te veel, ciao. Maar al na een week
zitten wij aan mekaars telefoon, wanneer beginnen we terug? Dus dat is wel heel leuk en heel veel geluk hebben, dat dat gewoon heel goed lukt en dat wij allemaal één doel hebben en dat dat dertigers voor een stuk ook ons babytje is, dat wij mee willen een top eindproduct hebben en ja, dan zullen wij gewoon allemaal heel gemakkelijke mensen zijn, denk ik. Ja. Met wat geluk kan seizoen 4 binnenkort opgenomen worden. Maar geen 4 zonder 5, denk ik dan. Wat zou jij in het vijfde seizoen graag voor Saartje zien gebeuren? Dat hangt af van hoe dat seizoen 4 eindigt natuurlijk. Hè? En dat kan ik nog niet zeggen. Dus ik denk dat we best eerst naar seizoen 4 kijken. Want ik heb heel het verhaal gelezen. En ik vind dat daar heel, heel leuke dingen voor haar in zitten, sowieso al. En ik blijf toch altijd getriggerd door haar kantje dat heel wild is en ontembaar. Ik heb zo altijd het gevoel dat ze wel wilt en ze wil haar best doen. Maar ik vraag het me toch echt af of het haar ooit zal lukken. Ze moet daar echt veel voor doen. Ja, ja, antwoord van dat hangt er vanaf hoe seizoen 4 gaat eindigen. Komt er een huwelijksaanzoek op het einde van seizoen 4? Dat ga ik nou zeker zeggen tegen u. Nee, dat mag ik nog niet zeggen. Hè. Dat is nog veel te... We zijn nog maar met seizoen 3, moet nog op tv komen. Rustig, rustig. Nee, je moet nog... Het is nog veel te snel. Maar het eindigt wel... Goed. Ja, en mooi.